Goedemiddag allemaal. Het is vrijdagmiddag 8 januari, 2 uur. En ik wil jou van harte welkom heten bij het slotstuk vanmiddag van de elementaire kick-off van afgelopen week. Namelijk bij de masterclass, de elementaire aanpak van lichamelijke klachten en persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard bekeken en beschouwd vanuit de 5 elementenleer. Nou, als je er afgelopen week bij was, live, of als je de opnames hebt bekeken, dan zal wat ik jou vanmiddag ga vertellen niet geheel meer nieuw zijn. Maar wat ik al heb verteld is dat natuurlijk de herhaling echt heel erg belangrijk is, omdat ik me er terdege van bewust ben dat ik in een uur tijd iedere dag ontzettend veel vertel. En dat ik natuurlijk ook niet verwacht dat je dat allemaal in één keer onthoudt. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Je kunt de opnames nog terugkijken. Je kunt mij op stop zetten dan. Dat is ook heel fijn, hè? Of je kunt me vooruitspoelen of achteruitspoelen. Dat kan bij live dan weer niet. Maar dat is natuurlijk wel weer het fijne van een opname. Nou, we gaan vanmiddag door de 5 elementen en we gaan wat nadrukkelijker stilstaan ook bij de persoonlijke of de lichamelijke klachten die ontstaan wanneer dus een element of meerdere elementen verstoord zijn geraakt. En het verstoord raken van die elementen, dat ontstaat natuurlijk ook wanneer we bepaalde persoonlijke kenmerken, vaardigheden niet of moeilijk ontwikkelen. Ik zie een voet of zo voor de camera, denk ik, van iemand. Oh, wat is het? Een hand? Oh, het is Annie. Ik denk, wat zie ik in beeld? Ik zie soms de meest wonderlijke dingen. Nou, dat is leuk, een beetje humor erbij. Dat klaren we van op, hè? Goed, we gaan dus induiken op de lichamelijke klachten en hoe die dus in relatie staan, natuurlijk. Tot het wel of niet ontwikkelen van persoonlijkheidskenmerken. En daar hebben we het natuurlijk bij de kickstart ook over gehad. Als je kijkt naar de elementafbeelding hier links op je scherm, dan zie je natuurlijk de 5 elementen. En die 5 elementen die zijn elementair en essentieel. Dat betekent dus, je kunt er niet één element uithalen. Want dan valt het hele systeem in duigen. Bij ons mensen is dat precies hetzelfde. Wij hebben 5 elementen als energie, als organen, als vaardigheden in ons. En van nature zijn we vaak in 1 of meerdere elementen sterker ontwikkeld. En dat betekent dus ook dat je dan automatisch vaak wat minder sterk bent in andere elementen. Nou, verstoring van het element of langdurige verzwakking van het element leidt op de lange termijn vaak ook tot ziekte en tot klachten. Nou, dus die relatie die is er overduidelijk. Daar gaan we vanmiddag dieper induiken. De 9 denkfouten die komen nog een keer in de herhaling. Ik ga ze niet meer behandelen, maar ik heb ze wel even nog weer opgenomen, want ik was de 9e. Denkfout was ik in de presentatie van vanochtend vergeten. Dus die komt zo meteen nog langs. Er is ook de ruimte om vragen te stellen straks na de presentatie. Dus er komt op een gegeven moment een dia met heb je vragen? Stel dan al je vragen. Dus noteer even nu. Dan kan ik voor nu even mijn verhaal gewoon doen zonder onderbreking. En dan hebben we straks even de ruimte voor de vragen. Nou, je krijgt van mij ook een aanbod om mee te doen aan de jaartraining. Een heel aantal van de mensen hier nu aanwezig, die zitten al in de jaartraining. Maar ik weet ook dat er een heel aantal mensen nu niet live aanwezig is, die wel belangstelling hebben en die dit op een later moment bekijken. Dus blijf vooral even hangen. Ook voor de mensen, dat kan ik nu alvast vertellen, die nu in de jaartraining zitten. En in juni van dit jaar of juli van dit jaar, dus voor de zomer, gaan afronden. Voor jullie heb ik ook nog een prachtig vervolgaanbod. Niet vandaag, maar dat komt. Ik kom ook weer voor jullie met een hele mooie eventuele
verlengoptie. Maar meer daarover later. Goed, we gaan lekker erin duiken. En ik ga jullie meenemen in de basis. We gaan door dit eerste stukje in een beetje lekker tempo er doorheen. De vijf elementen in beeld. En dan zie je water, hout, vuur, aarde en metaal. Je ziet ze ook in de elementcirkel. Links onder water, daarboven hout, aan de bovenkant vuur, rechts van de cirkel aarde en daaronder metaal. Je ziet ook tussen die elementen steeds een pijl. En dat betekent dat het ene element het andere element voedt. Dus we noemen dat, deze cyclus noemen we de voedende cyclus. Er is ook nog een controlerende cyclus. Daar gaan we vanmiddag niet op in, want dat is weer wat dieper in de materie duikend. We houden het bij de basis. Nou, je ziet dat water voedt hout. Zonder water kan geen hout, kan niks in de natuur ontkiemen en groeien. Is er geen creatie mogelijk. Dus we noemen dat dan ook in de Chinese termen de moeder-kindrelatie. Water is moeder van hout. Hout is moeder van vuur. Vuur is moeder van aarde. En aarde is moeder van hout. Van metaal. Het ene element voedt dus steeds het daarop volgende element. Het is denk ik al heel goed voor te stellen dat wanneer een van die elementen verzwakt, dat dan ook het element daarna verzwakt wordt, omdat de verzwakte energie doorgegeven wordt. Dat is in de natuur zo en dat is natuurlijk bij ons als mens ook zo. Als er bijvoorbeeld geen water is in de natuur, dan droogt alles op. Dan kan er niks groeien, dan kan er niks ontwikkelen. Zaden komen dan überhaupt niet tot ontkieming. Als er niks kan ontkiemen, kan er niks groeien. Kan er dus ook niks gemanifesteerd worden, niks tot bloei komen in de zomer. Kan er ook niks geoogst worden. Zie je hoe alles dus van invloed is, dat de ene steeds de andere beïnvloedt. De seizoenen die bij de elementen horen, die zijn als volgt. Water, waar we nu in zitten, is de wintertijd. De tijd van de natuur, dat de natuur rust. Eigenlijk in een soort van winterslaap is. Winter is de tegenhanger van de zomer. In de winter trekt alle energie naar binnen, de aarde in. Hij rust uit en de aarde die laadt weer opnieuw op. Zodat ze straks in de zomer weer kan vlammen. Dit kan niet natuurlijk onafgebroken een heel jaar doorgaan. Dus de natuur regelt het perfect. Dan komt de lentetijd na de winter. Alles gaat weer groeien, alles wordt weer groen, alles krijgt weer kleur. En dat is een hele sterke opgaande vorm van energie. Je ziet dat de pijl naar boven loopt. Het is een opgaande pijl. Die gaat naar het licht, die gaat naar het vuur. En hout is de tijd van groei en van ontwikkeling. Een hele sterke, krachtige, energetische drive. Die gaat naar een hoogtepunt toe. Dan bereikt hij de zomer. De vuurtijd. Het punt wanneer de zon op het hoogste punt staat. Alles in de natuur is opengegaan. Groeit en bloeit. Plant, dier en mens. We zijn uitbundig. We zijn veel buiten. We zijn opengegaan. En we gaan manifesteren, zoals dat heet. Wat erin zit, komt eruit. Is gaan bloeien. En dan zie je na de vuurfase, dan kantelt de energie. De pijl gaat naar beneden. Dus de zonnewende in de zomer, die zorgt ervoor dat de energie weer naar beneden gaat. We gaan van die sterke opwaartse vorm, die hele pure sterke energetische opwaartse kracht, gaan we weer naar een neerwaartse kracht. De energie die mindert, die tempert, die wordt rustiger, die wordt meer geaard.
En als vuur gebrand heeft, als het vuur geblust is, dan wordt het as van het vuur wordt weer voeding voor de aarde. En dan gaat hij verder door. De aarde, de nazomer, dat is niet een echt seizoen, maar dat is een overgangsfase van de zomer naar de herfst. Dat noemen we de nazomer. Dat is de aardefase. De fase waarin de aarde tot rust komt, wanneer de oogst van het land komt en de vruchten worden geplukt en de stabiliteit weer teruggevonden wordt. Dus de aarde heeft heel veel gegeven in de groei en in de ontwikkeling. En nu is het weer tijd dat de aarde weer gaat opladen. Dus dat het oude al gaat loslaten en zichzelf daarmee weer voedt. Dat is het systeem in de natuur. Alles wat in de natuur wordt losgelaten, dat wordt verteerd, dat wordt ook weer door de aarde opgeslokt. En dat voedt tegelijkertijd de aarde weer. In een mensenleven is die symboliek identiek. Wat jij meemaakt in jouw eigen leven, dat ervaar je, dat integreer je, dat verwerk je. En de wijsheid die je daaruit filtert, die neem je als het goed is mee op de rest van jouw levenspad. Dat verwordt tot wijsheid, levenslessen. Daar leer je van, daar ontwikkel je van, daar groei je van. Dan, na de aardefase, dan komt de herfst, de metaalfase. De tijd dat dus de natuur alles los begint te laten. Alles gaat verteren. Er wordt niet meer nagedacht, dat doen wij alleen maar als mens. De natuur laat het gewoon los. Die zegt gewoon, de tijd is voorbij. De groeitijd, de bloeitijd is voorbij. Nu wordt het tijd om los te laten en om te verjongen. Om dat oude wat breekbaar is of wat niet meer groei- en bloeiwaardig is, dat haal ik eraf. Dus de novemberstormen bijvoorbeeld in de herfst en in de winter, die halen met de snijdende wind, dat is de metaalfunctie, met een snijdende wind wordt al het oude afgesneden, afgesnoeid. Dat is het natuurlijke snoeimechanisme van de natuur. Alles wordt weggevaagd en opgeruimd en weer opgeslokt door de aarde. En zo is natuurlijk die groeicirkel, die levenscyclus in de natuur helemaal rond. Dan komen we weer uit in de waterfase, in de winterfase. Na de herfst komt de winter. En dan stopt al het leven in de natuur. Alle dieren die gaan in winterslaap, die zoeken een veilige plaats. Die gaan hamsteren. Heel veel dieren gaan hamsteren om voeding te vergaren of ze eten zich helemaal vol. Om een winter lang te kunnen overwinteren. Ze gaan op de spaarstand. En wat doen wij mensen? Wij gaan vaak 24 uur per dag, 4 seizoenen per jaar, gaan wij in hetzelfde tempo door. We respecteren niet meer de natuurlijke groeibloeicyclus en de natuurlijke begrenzingscyclus en rustfases. Die slaan wij over. En als je die overslaat, dan put je dus te veel van je reserves. Dan laat je dus niet meer voldoende op. En dan ga je natuurlijk uiteindelijk tekorten ervaren in je energie, maar ook vaak in organen. Nou, de functies nog even op een rij. Bij water, hout, vuur, aarde en metaal. Als het gaat om de natuurlijke elementaire krachten, dan gaat het bij water om creatie. Het vermogen om nieuw leven te creëren. Zonder water is geen leven mogelijk. Dus dat is synoniem met creatiekracht. Ook in het mensenleven. Hout, dus de lente, staat voor daadkracht. Staat voor actie. Staat voor transformatie. De potentie die erin zit, die wordt daadwerkelijk gemanifesteerd. Dus die krijgt handen en voeten en die komt eruit. Dat is de kracht, de energie van hout. Dan vuur, de bovenste fase. Datgene wat erin zit, komt eruit. De bloeifase noemen we dat in de natuur. Een zaadje dat uiteindelijk gaat bloeien. Als mens willen we ook bloeien. Willen we ook eruit laten komen wat erin zit. Dus ook
voor een mens betekent dat jouw vuurvaardigheden ontwikkelen en aanspreken. Nou, dan bij aarde gaat het natuurlijk om het stabiele midden. Hè, dus in je centrum kunnen komen. De aarde die stabiliseert zich, is altijd het energetische midden van waaruit alles dus gebeurt en van waaruit alles gefaciliteerd wordt. De aarde in de natuur zorgt optimaal goed voor zichzelf. Die zal altijd zorgen dat ze goed aan bod komt. En wij als mensen doen het vaak heel anders. Nou, dan de metaalfunctie natuurlijk, de begrenzende functie. Hè? Dus de herfst, die begrenst het oude leven, begrenst het oude groeiseizoen. En bij een mens betekent dat het vermogen om jezelf te begrenzen. Om te onderscheiden, om los te kunnen laten. We gaan er nog wat verder naar kijken. De vijf elementen en de onderontwikkeling of de onderdrukking van elementvaardigheden kan leiden tot ziekte of stagnatie. Als je even nog naar die afbeelding kijkt. En als je nu inmiddels weet dat manifestatie, dat is de vuurfase, dus jezelf helemaal manifesteren, tot bloei komen. Dat manifestatie alleen maar kan plaatsvinden als je groeit en ontwikkelt. Maar groei en ontwikkeling kan niet plaatsvinden zonder dat je je overgeeft aan de stroom van het leven. Zonder dus dat je je angsten overwint, bijvoorbeeld. He, dus je kunt mooie dromen hebben voor jezelf, of plannen hebben voor jezelf, of dingen willen voor jezelf. Maar als je niet je angsten overwint, bijvoorbeeld, dan stagneert de creatie. He, dus als je nou eens denkbeeldig even een dam zet, als ik even kijk of ik mijn cursor kan, kunnen jullie eigenlijk mijn cursor zien? Steek even een duimpje op. Ja, dus ja, oké. Okay. Ja, ik wist eigenlijk niet of je dat dan ook zag. Ja. Hier is water en hier is hout. Nou, water moet in beweging komen. Die pijl die gaat omhoog. Die geeft voeding aan het zaad, aan de potentie bij de mens. Als hier in die... Oh, sorry, het zijn allemaal hetzelfde plaatjes. Maar als hier zo, als ik hier een dam zou zetten. Een dam, zoals je dat ook bij een stuwmeer hebt. Hier, een blokkade. Dan kan water niet verder stromen. Zie je dat? En wat gebeurt er als water niet verder stroomt? Dan kan het hier in de houtfase natuurlijk niet groeien en niet ontwikkelen. En dan gebeurt er hier in de vuurfase ook helemaal niks. Dat is een heel logisch systeem, hè? Hier, als we bijvoorbeeld naar de aarde kijken, of hier even aan die tweede kant van de cirkel. Als je nou wel, zeg maar, die cirkel hier tot hier doormaakt. En je komt hieruit bij de aardefase. En dan kom je hier bij de loslaatfase, de herfst. Wat nou als je hier in de herfstfase hier een dam zet? Dan blokkeert het hier. Dus met andere woorden, je bent vasthoudend. Je vindt het moeilijk om los te laten. Je hecht vaak aan zekerheden, je hecht aan oude dingen. Je hecht aan oude manieren van doen. Je hecht aan oude gedachten. He, dus je vindt het maar moeilijk om mee te bewegen, bijvoorbeeld. He, dus dan zit er als het ware hier een dam in die rivier, in die stroming. Als ik hier een dam heb, ja, dan hoopt het hier allemaal op. Daar wordt het allemaal vastgehouden. En als hier die dam zit, dan achter die dam valt het droog. Dan krijg je een tekort in de waterenergie. En dat is waar die dam ook zit. Die kan natuurlijk op alle plekken zitten in jouw eigen innerlijke rivier, als het ware. Dan vallen dus die energiestromen stil. En dan krijg je dus oftewel te veel aan energie of je krijgt een tekort aan energie. En dus dat is wat ontwikkeling van die vaardigheden doet. Dat is dus de enorme impact van het mentaal-emotioneel deel. Als we vasthoudend zijn bijvoorbeeld en we kunnen niet loslaten. Of als we onze angsten moeilijk vinden om te overwinnen. Als we nou daar nooit toe in staat zijn en het als het ware opgeven. Dan zeg je, ja, ik kan het niet, want ik heb daar te grote angst voor. Of ik ben er te bang voor, of ik durf het niet. He, dus als je daarin blijft,
dan zal dat altijd blijven stagneren. Daarom is het zo belangrijk dat je het van jezelf herkent en dat je natuurlijk gaat oefenen met datgene wat je moeilijk vindt. En dat is meestal een van je zwakste elementen. He, dus de zwakste schakel gaan versterken. Dat brengt natuurlijk dat al die elementen weer sterk worden, samen bij elkaar. Nou, de emoties die plaats ik er nog even bij de 5 B's, bij de verschillende elementen. De emotie van water is bang zijn. En de emotie van hout is boos zijn. De emotie van vuur is blijdschap. Bij aarde heet het bezorgd zijn. En bij metaal bedroefd zijn. En dat betekent natuurlijk, die emoties, die hebben we niet voor niets gekregen van moeder natuur. We hebben onze ratio, onze gezonde verstand en we hebben gevoel en intuïtie. En we maken van alles mee in het leven. En dan hebben we van moeder natuur die verschillende emoties toebedeeld gekregen om expressie te kunnen geven aan datgene wat we van binnen voelen. Expressie. En op het moment dat je het niet naar buiten brengt, dat je het niet voelt, ervaart, niet verwerkt, als je het niet de ruimte geeft, als je er geen expressie aan geeft, dan ontstaat precies het tegenovergestelde mechanisme. Dan ontstaat depressie. Expressie en depressie staan tegenover elkaar. He, dus het naar binnen drukken, het terugdrukken naar binnen van bepaalde moeilijke emoties, die zorgt natuurlijk dat ze niet de vrije loop krijgen. Maar ze zijn er nog wel steeds. En het onderdrukken van specifieke emoties, dat slurpt energie op. Negatieve emoties die we moeilijk om te verwerken vinden, waar we niet van los kunnen komen, die slurpen al onze energie op. Want datgene wat nog steeds in jou zit, dat moet gevoed worden. Zodra je het loslaat, dan ben jij er vrij van. Dan vraagt het geen energie meer. Maar zolang je het nog vasthoudt, moet het nog gevoed worden. Anders heeft het geen bestaansrecht meer. He, dus boosheid en bedroefd zijn, dat zijn de twee moeilijkste emoties in het leven om aan te gaan. Heel veel mensen onderdrukken hun boosheid. En ook heel veel mensen onderdrukken hun bedroefd zijn, hun verdriet. En vreemd genoeg heb je er wel eens over nagedacht, als je vrolijk bent, als je blij bent, dan lach je. Maar niemand doet moeite om zijn lachen te onderdrukken. We kunnen gewoon uitbundig blij zijn, hè? Maar als we verdrietig zijn, dan wordt het opeens moeilijk. Of als we boos zijn, wordt het opeens ook moeilijk. Hè, bij boosheid zit ook vaak een oordeel van vroeger uit. Ik weet niet hoe jullie het mee hebben gekregen van huis uit. Maar op boosheid zit vaak iets van niet doen, niet je stem verheffen, beheers je, doe eens wat rustig, niet je stem verheffen, dat soort dingen. Hè, dus je ongenoegen, je onvrede ergens over mogen uiten, dat vindt de goede gemeente buiten jou vindt dat moeilijk. Hè, we willen het liefst alles harmonieus hebben met elkaar. En daarom hebben we die uitschieters van verdriet en van boosheid. Dat zijn natuurlijk, ja, dat zijn grote contrasten. En dat vinden we als mens maar moeilijk om mee te dealen. Dus dan gaan we dat maar het liefste uit de weg. Maar een emotie die blijft jou bewonen. Hè, dus wat er nog in zit, en dat kan van jaren teruggaan. Van heel vroeger, heel oud verdriet kan er nog in zitten. Van kleins af aan. Hè, tranen van vroeger als heel klein kindje bijvoorbeeld. Die er nooit uit mochten komen. Dat kan jarenlang nog in de weg zitten. Dus het is heel belangrijk om dat bij jezelf natuurlijk te ervaren. Van, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met je emoties om? Kun je jezelf toestaan om ze alle 5 gewoon te mogen voelen en te mogen ervaren? En daar dus ook uiting aan te mogen geven?
Nou, die vitale levensenergie, oftewel de qi-stroom, hè, dus het woord voor energie is qi in de Chinese geneeskunde. Als alles dus onbelemmerd stroomt, hier zo in die cirkel, dan wordt ook alles voorzien. Alle organen, alle emoties, alle persoonlijkheidskenmerken worden gevoed. Maar als er dus ergens een hapering is, dan krijgt één element veel energie en het andere element misschien wel niks. En als je tekort krijgt aan voeding, dan sterft het af. Dan kan het niet groeien, dan kan het niet ontwikkelen. Als ik mijn kamerplanten geen water geef, ja, dan gaan ze hartstikke dood, hè? En dat geldt ook voor vaardigheden die je geen water geeft. Het is precies hetzelfde. Vaardigheden die je niet ontwikkelt. Nou, die dam in die rivier die zorgt natuurlijk voor droogte of stagnatie. Hè? Aan de ene kant voor stagnatie en voor de andere kant achter de dam valt alles dan droog. Bij mensen is dat zo, in de natuur is het zo. Dat is niet anders. Daarom noem ik het altijd elementair. Hoe de natuur het ons voorleeft, zo werkt het bij ons ook. Eén element blokkeert, uiteindelijk krijgt de hele cyclus daar last van. Omdat alles elkaar voedt en in evenwicht houdt. Nou, ieder mens heeft natuurlijke, sterke eigenschappen. Jij ook. En misschien heb je ze van jezelf nog niet in beeld. Dat kan. Maar ieder mens heeft sterke eigenschappen. Natuurlijk sterke eigenschappen. En het is belangrijk dat je die zelf ontdekt en dat je die zelf ook omarmt. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. De dingen die jou heel makkelijk afgaan in het leven, dat zijn jouw natuurlijke sterke eigenschappen. En dingen die je moeilijker vindt, die zijn niet zo sterk. Dus niet te moeilijk denken. Maar op zoek gaan naar wat gaat mij nou makkelijk af? Waar word ik blij van? Wat vind ik heel erg leuk om te doen? En die vaardigheden gaan ontwikkelen. Die, juist waar je blij van wordt, die gaat jouw energiestroom weer in beweging zetten. En dan is het natuurlijk heel erg noodzakelijk dat je je zwakste element ook onder ogen komt. Dat wat je nog niet zo goed kunt. En je hoeft niet uit te gaan blinken in iets wat je niet goed kunt. Maar het is wel belangrijk dat het sterk genoeg is. Net zoals in de natuur. Het moet sterk genoeg zijn. En dan ontstaat er een natuurlijk evenwicht. Ja, dus welke vaardigheden bij jou moet je gaan ontwikkelen? Het is belangrijk dat je daar inzicht in krijgt. Waar ben je goed in en waar ben je niet zo goed in? Als je die zwakke schakel vindt en je gaat hem voeden, elke dag water geven, in alle opzichten, concreet, dan gaan jouw klachten afnemen, want dan wordt jouw elementenergie sterker. Dan worden je organen beter gevoed. Dan word je emotioneel stabieler. Lichaam en geest kunnen dan helen. En dat is heel belangrijk om je dat te realiseren. Het is echt belangrijk dat je lichamelijke klachten niet alleen beschouwt als puur lichamelijk. En dus natuurlijk is er onderscheid nodig. Als jij een avond op de tocht hebt gezeten en je hebt de volgende dag een stijve nek, dan hoef je niet diepgravend analytisch onderzoek te doen van wat is hier nou in hemelsnaam met mij aan de hand dat ik een stijve nek heb. Nee, snap je? Dat begrijp je zelf ook. Het gaat natuurlijk om klachten die je regelmatig hebt. Dingen die gewoon eigenlijk chronisch zijn geworden. Klachten die je voortdurend weer op en af gaan of die wisselend zijn. Dat is wel heel erg belangrijk. En dan vooral als ze heel specifiek worden voor bepaalde elementen. En dus, ik laat je hier even zien welke specifieke klachten er horen bij de verschillende elementen. Dit zijn er maar een paar. Maar ik geef je even de belangrijkste. Dus de waterenergie, de blaas en de nieren horen daarbij. Als de waterenergie zwakker wordt,
dan krijgen we last van de rug, we krijgen last van de blaas. Voortplantingsproblematiek valt onder de waterenergie. Hè? Dus de conceptie, nieuw leven, het starten van nieuw leven. Dat hoorde je eerder al, dat begint dus in de waterkracht. Kramp in de benen vooral is een hele specifieke waterklacht. Door gebrek aan metalen, hè? Dus de metaalfase die gaat eraan vooraf. Die voedt het waterelement. En als er te weinig metalen kunnen binden aan water, dan krijgen we kramp. He, dus dat zijn de metalen in jouw menselijk lichaam, dat noemen we mineralen. Die je vaak ook in supplementen bijvoorbeeld neemt. En magnesium is zo'n mineraal dat verantwoordelijk is voor kramp. Dus extra magnesium gaan slikken of gaan halen uit je voeding, zorgt er al voor dat je minder kramp in je benen ontwikkelt. Dan wordt de waterenergie weer versterkt, gevoed door metaal. Nou, in de houtenergie, het houtelement, dan krijgen we ook hele specifieke klachten. Spieren, pezen, de heupen en de gewrichten. En dus alles wat met de mobiliteit en wat met beweging te maken heeft. En als je nou ziet dat houtenergie, dat het daar gaat om authenticiteit, dus om het datgene wat erin zit uit te laten komen, dat dat de meest diepe verlangen is van ieder mens. Gewoon jezelf kunnen zijn, gewoon helemaal vrij kunnen bewegen, als het ware. Dan gaan jouw spieren, jouw pezen, jouw gewrichten makkelijker met jou meebewegen. Want wat gebeurt er met jou als je eigenlijk, als je iets doet wat je eigenlijk niet wilt? Je voelt in je hart iets en je hoofd zegt nee, we gaan het niet doen. We gaan het toch op een andere manier doen. Dan moet jouw lichaam zich eigenlijk forceren in een houding die het niet wil van binnen, innerlijk. En dat is waarom we dus heel specifiek zien dat bij de houtenergie deze specifieke klachten gaan ontstaan. En de spieren, pezen, heupen, gewrichten, ogen. En dus ogen staan voor visie hebben. Niet alleen het anatomische zien, maar visie hebben op met een derde oog, als het ware. Visie hebben voor jouw leven. Waar gaat het met mijn leven naartoe? Wie ben ik? Wat wil ik? Wat verlang ik? Wat is mijn unieke groeirichting? En als je jouw visie helder op het netvlies hebt, helder, dan gaan jouw lijfelijke bewegingen daar makkelijk in mee. Kijk maar naar je eigen lichaamstaal. Als je iets doet wat je eigenlijk, waar je eigenlijk geen zin in hebt, dan gaat het niet van harte. Dan gaat het moeilijk en moeizaam. Maar als je iets doet wat je keigaaf vindt om te doen, dan gaat jouw lijfelijke energie daar ook heel makkelijk in mee. Moeilijker dan dat is het niet, hè, mensen. Je voelt direct aan je lijf of iets bij je past of niet. Of het klopt of niet. Zodra je weerstand voelt in je lijf, dan is dat een heel duidelijk signaal. En dus let heel goed op je lijfelijke signalen, hoe het voelt. Nou, bij de vuurenergie, dan gaat het over, als daar dus een disbalans ontstaat, dan zien we dat er problemen ontstaan in de bloeddruk, hartklachten, bloedsomloop, ritmestoornissen. Natuurlijk problemen met de emotie van het hart. En dus we zien dan ook vaak dat de emotie blijdschap, dat die onder druk staat. Dat die bijvoorbeeld gemist wordt. Hè? We noemen dat leegte in het hart. Emptiness of heart, zeggen ze in de Oosterse filosofie. Dat is misschien, nee, niet misschien, het grootste gebrek dat een mens kan ervaren in zijn leven. Leegte in het hart. Ieder mens zoekt naar vervulling in zijn hart. En wanneer ben je nou vervuld in je hart? De basis is dat je 100% jezelf kunt zijn. En dat je vanuit die basis van 100% jezelf kunnen zijn, je leven mag leven op jouw unieke manier en van waarde mag zijn. Zodat je je kunt ontwikkelen zoals het bedoeld is.
in de meest natuurlijke vorm. En dat waar je sterk in bent, voeding geven, zodat het grote sterk mag worden en dat het kan ontwikkelen. Nou, de aarde, we zien dan natuurlijk wanneer de aarde-energie uitgeput raakt, letterlijk in de natuur. Als de aarde schraal wordt, dan kan er niks in groeien. Krijg je een hele magere oogst en een magere opbrengst. En het is bij ons niet anders. He, dus als we de aarde in onszelf verwaarlozen en uitputten, dan krijgen we spijsverteringsklachten. De maag en de mild energie en organen, die krijgen dan te weinig energie. Zodat ze niet goed hun werk kunnen doen. We krijgen dan oprispingen of juist een borrelende buik of we worden zwaarder. We hebben constant honger. We gaan snoepen, we gaan snaaien. We gaan boeren laten, winden laten. He, dus een spijsvertering die niet goed werkt, die genereert gas. En dat geeft klachten. En mensen die dus de aarde in zichzelf niet hebben, die hebben daar een heel mooie uitspraak voor. Dat hebben ze vaak zelf niet eens in de gaten. Maar ze benoemen vaak zelf hun eigen klachten of hun eigen disbalans. Ze zeggen dan vaak, mijn maag voelt niet zo lekker. Het voelt alsof er een steen op mijn maag ligt. Dat is wat mensen letterlijk zeggen. Kou in de maag. Een zwaar gevoel in de maag. En dan kun je naar het psychische emotionele aspect kijken. Wat ligt er dan zwaar op jouw maag? Welke ervaring? Welke situatie? Welke gedachten? Wat krijg jij niet vermalen? Wat krijg jij niet verteerd? He, dus we moeten het leven natuurlijk ook tot ons nemen. En verteren. En vermalen. En wanneer we het niet vermalen en erop blijven herkauwen, dan ontstaan die klachten in het aarde-element. Zien jullie de relatie? Het is voor mij zo overduidelijk, maar ik hoop ook dat het jullie ook duidelijk wordt. He, dus dat het psychisch-emotionele stuk direct impact heeft op het orgaan en op de energie. Nou, de metaalfase, dan gaat het dus over de rechtsonderfase, de herfst. He, dus de tijd van de begrenzing, de tijd van afsterven in de natuur. Alles wordt losgelaten, maar ook als mens moeten we de ballast van het leven ook loslaten. Anders zouden we gebukt gaan, hè? Echt gebukt gaan onder alles wat we hebben meegemaakt. Dan wordt het een last op je schouders. En ook dat, deze uitspraak, op het moment dat mensen echt in staat zijn om iets los te laten, om zich er echt vrij van te maken, dan zeggen mensen dat ook. Er valt een last van mijn schouders. Ik kan weer opgelucht ademhalen. En zo zie je hoe vasthouden last veroorzaakt. Mentaal, emotioneel en ook in de stoelgang. We noemen het niet voor niks ontlasten. Fysiek moeten we onze ballast kwijt, ons afval. Maar ook mentaal, emotioneel moeten we onszelf zuiveren. Zodat we schoon blijven, zodat de potentie dus zijn kracht behoudt. En in het voorjaar weer kan groeien. En niet alleen in het voorjaar, altijd kan blijven groeien. Nou, we zien dan natuurlijk, longen en dikke darm horen bij het metaalelement, dat er dus problemen met de dikke darm ontstaan. Vasthoudendheid in de geest geeft vasthoudendheid in het lichaam. Daar houden we het vast, letterlijk. De stoelgang verstoort, we krijgen last van constipatie, harde ontlasting, droge, pijnlijke ontlasting. Of juist het tegenovergestelde, hele waterige ontlasting. Of steeds het wisselen daartussen, van hard naar zacht. Dat kan ook. Het is een teken van moeite in dat element. Ja? We zien ook dat wanneer dus de dikke darm niet in staat is om zijn ontlasting kwijt te raken, dat de huid als derde long een poging doet om het lichaam te zuiveren. Dus dan zien we heel vaak dat mensen die darmklachten hebben, dat die ook
huidklachten hebben. Droge huid, schilferige huid, jeukende huid. Maar ook in de extremere vormen, eczeem, psoriasis, dat soort zaken. En kijk maar eens naar de mensen die je kent, of misschien herken je het bij jezelf wel. Die verstoringen in het metaalelement, die gaan eigenlijk altijd gepaard met deze klachten. Darmklachten, huidklachten en de stem. En we hebben het van de week eerder al voorbij horen komen dat jezelf uitspreken, je mening delen met anderen, voor jezelf opkomen bijvoorbeeld, hoe extreem belangrijk dat is. En op het moment dat je je woorden inslikt steeds, mensen die dus een verstoring hebben in de metaalenergie, die slikken ook heel veel, alsof er steeds iets weggeslikt moet worden. Dat hebben ze zelf niet eens in de gaten, maar dat is een mechanisme geworden van een energetische ballast die er zit, die steeds zich aandient en weer weggeslikt moet worden. Maar wanneer we ons dus niet uitspreken, wanneer we onze stem niet laten horen, dan kunnen we daadwerkelijk stemklachten ontwikkelen. Een zwakke stem, problemen met de stembanden, haperingen in de stem, een hele zachte stem. Mensen die graag zingen bijvoorbeeld. En dat is een vuurenergie. Zingen is een emotie van het hart, om je te uiten. En die mensen die zeggen dan ook vaak van, ik kan niet meer zingen. Omdat de ademhaling compleet verstoord is. Ja? Dus dat heeft regelrecht daarmee te maken. Je ziet heel veel, ik weet niet of je Miss Montreal kent. Ja, wie kent Miss Montreal niet? Een zangeres, Nederlandse zangeres. Als zij praat, dan stottert ze heel veel. Maar als ze zingt, niets aan de hand. Dan is er geen enkele hapering. Wat zegt dat over de energie, mensen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Praten is iets van het verstand en zingen is iets van het hart. En via het hart uiten we onze emoties. En we kunnen daar dus aan afleiden dat wanneer er een expressie komt via het hart, dat het dan vrij stroomt. Maar dat er dus op die andere manier van uiten een hapering zit. En dat is natuurlijk iets waar je bij jezelf aan kunt werken en waar je vaak best wel uit kunt komen. En dus als je het maar eens op een andere manier ook kunt bekijken dan het standaard verhaal, hè? Het westerse verhaal. Nou, ik heb hier een hele mooie foto van een hele dikke ketting en die heb ik gemaakt bij Kasteel Heeswijk. Als je in de buurt woont, dan ben je daar misschien wel eens geweest. Dan kun je over een bruggetje lopen en daar is zo'n hele mooie brug met zo'n hele dikke ketting. En dan is natuurlijk een prachtige mooie metafoor, hè? Als één zo'n schakel kapot is, dan kan de rest van al die schakels nog zo sterk zijn. Maar als één schakel kapot is of zwak is, dan kan de hele ketting breken. Wat is jouw zwakste schakel? Zet eens in de chat. Wat is jouw zwakste schakel? En misschien zijn het er wel meer, maar wat dringt zich nou het meeste aan? Een beetje hoger zitten. Aarde en metaal, vuur en ook hout, metaal. Ja. Aarde en metaal. Metaal komt een aantal keren terug. Ja. He, dus loslaten die aspecten. Begrenzen of je stem laten horen, dat zijn dus allemaal de metaalaspecten. Energielek in aarde, zwak in hout en vuur, oké. Okay. Ik herken me eigenlijk overal in. Ja, dat kan ook. We hebben natuurlijk alle elementen in ons vertegenwoordigd. Hè, maar als je de grootste energielek kan vinden en je kunt die als eerste dichten, dus die zwakste schakel kunnen vinden,
dan ga je je vaak al direct stukken beter voelen. Metaal, ja. Te behulpzaam soms, beter iets meer een afwachtende houding nemen. Ja, niet altijd voor mijn mening uitkomen. Ja, en dat zou je dus wel graag vaker willen, begrijp ik daar dan uit. Ja, hè? Dus dat je jezelf meer gaat uitspreken. Ja, aarde en metaal. Ja, ja, oké. Okay. Nou, het is heel belangrijk, mensen, dat je dus je zwakkere schakels goed gaat herkennen. Want als je die goed herkent, dan kun je ze natuurlijk aandacht gaan geven. Dan kun je ze gaan versterken. En dat doe je natuurlijk met je mind, maar dat doe je ook met je lichaam. Hè? Dus er zijn verschillende manieren om aan vaardigheden te werken. Het begint natuurlijk met het bewustzijn. Daar hebben we het de hele week ook over gehad. En dus opmerken waar de hapering zit. Onderscheiden. Dat is al een hele kunst dus om het te onderscheiden. En dan ook kunnen zien van wat heb ik dan nodig? Wat heb ik nodig om die hele energiecirkel sterker te maken? Positieve mindset hebben we het de hele week over gehad. En dan je valkuilen herkennen. Hè? Dus vooral je mentale valkuilen herkennen. Je eigen gedrag voortdurend onder de loep nemen. Voortdurend. Bewust zijn van wat je doet en bewust zijn van waarom je iets doet. Als je slaapt, dan ben je niet bewust. En heel veel mensen slapen de hele dag. Dat bedoel ik natuurlijk als metafoor voor onbewust zijn. Leven, handelen, gedragen op de automatische piloot. Op basis van oude overtuigingen. Op basis van oude habits, gewoontes, habits, zoals ze in Amerika zeggen. He, dus gewoontes die leer je aan door ze heel vaak te doen. Als je nieuwe gewoontes wilt aanleren, dan moet je die nieuwe gewoontes ook weer heel vaak herhalen. Nou, die denkfouten, die herhaal ik nog even voor je. Zodat je ze nog eens even op je netvlies hebt. 9 denkfouten. Waar we de hele dag vaak in kunnen vallen. En dus meestal onbewust. Daarom is het ook een denkfout. Hè? Het zou moeten denken. Hij moet op tijd komen, anders is hij echt niet in me geïnteresseerd. Hè, dus je verbindt consequenties aan elkaar. Een oordeel. Negatief voorspellen, we gaan hier niet meer uitgebreid op in, want die komen in de afgelopen 5 weken, heb ik ze natuurlijk behandeld. Negatief voorspellen, hè, dus je bent helderziende, het wordt vast niks, ik blijf altijd alleen, niemand wil mij. Hè, dus je hebt al voor jezelf vastgelegd wat er wel of niet gaat gebeuren. Dat noemen we negatief voorspellen. Kijk dus of jij dat vaak doet, of je vaak negatief aan het voorspellen bent. Over dingen die je nog helemaal niet weet. Dan, denkfout 3. Gedachten lezen. Ze zijn me niet gedacht, dus ze mag me vast niet. Jij vult in voor de ander wat die ander denkt of vindt. Dan denkfout 4. Zwart-wit denken. Ik kan het niet en ik zal het ook nooit leren. Er is geen tussenweg hier. Zwart-wit. Dit is de fixed mind. Hè? Dus we hebben op dag 1 van de kickstart hebben we het gehad over de fixed mindset en over de groeimindset. En de fixed mindset die blijft in deze denkfouten hangen. Onbewust vaak. Maar als je het bewust bent kun je het natuurlijk veranderen. Denkfout 5. Etiketjes plakken. Ik ben een mislukkeling. In plaats van ik maakte een fout. Ja, dus je hebt meteen al het etiketje waarom wat is. En je mag fouten maken, je mag gewoon iedere dag weer opnieuw beginnen. He, dus jezelf de ruimte geven voelt een stuk prettiger dan jezelf afstraffen. Dan denkfout 6 noemen we overdrijven. Zie je wel, hij wil me niet, ik deug niet, niemand vindt me leuk genoeg. Alles in de overtreffende trap. Dus
als één keer iets gebeurd is, dan ga je dat meteen als patroon gebruiken voor jezelf. Het is één keer gebeurd, dus het zal altijd wel gebeuren. Overdrijven. Denkfout 7 is zelfverwijt. He, dus jezelf verantwoordelijk maken voor iets waar je niet verantwoordelijk voor bent of zelfs kunt zijn. Maar daar wel steeds in blijven hangen, alsof jij verantwoordelijk bent voor de hele wereld om je heen. Denkfout 8 is mentaal filteren. Hij zegt wel dat hij me leuk vindt, maar waarom ging hij dan zo vroeg weg? He, dus dat zegt meer iets over jou, over jezelf twijfel, dan over die ander natuurlijk. Denkfout 9, de laatste, die was ik afgelopen vanochtend vergeten. Emotioneel redeneren noemen we dat. Ik voel me waardeloos en dus ben ik het ook. En het is heel belangrijk om je te realiseren dat je emoties en gevoelens hebt, maar niet bent. En dat is een heel groot onderscheid. Je bent niet waardeloos. Je voelt je misschien even waardeloos. En dat is een tijdelijk iets. Het is gewoon een gevoel dat opkomt en weer afgaat. En misschien weet je dit wel of misschien weet je het niet. Maar dan vertel ik het je vanmiddag. De gemiddelde emotie, het gemiddelde gevoel duurt maar 3 minuten. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Een gevoel komt op, een emotie komt op. En als je hem gewoon helemaal zijn gang laat gaan, zonder dat je ervoor wegloopt of wegduwt, dan komt hij binnen 3 minuten tot een soort top. En dan vlakt hij weer af en dan ebt hij weer weg. Dat is hoe het met emoties gaat. Dus als je het kunt opbrengen om 3-4 minuten in een emotie te zijn, zonder dat je daar een oordeel over hebt of moeite voor doet om het te onderdrukken, dan komt hij en dan gaat hij. Ermee kunnen zijn. Goed, dit stukje was het tot zover. De persoonlijke ontwikkelingskenmerken in combinatie met de elementen, de klachten die kunnen ontstaan, de zwakke schakel en de sterke schakel, en hoe je daar jezelf dus in kunt versterken. Heb je daar vragen over? Je mag ook even gewoon je... Ik kan heel even deze stop zetten. Je mag het in de chat doen, maar je mag het ook gewoon eventjes je geluid aanzetten als je dat prettiger vindt. Heb je een vraag over vanmiddag of over de afgelopen dagen? Even kijken hoor. Ik zet heel even de share uit. Dan kan ik even alle schermpjes in beeld zien. Ik dacht dat ik iets hoorde, maar ik weet het niet zeker. Was er iemand die iets vroeg? Ik hoor wel iets, maar het achtergrondgeluid misschien van iemand. Helemaal geen vragen? Ja, ik had nog wel een vraag. Ja? Ik weet niet, misschien is het meer een algemene vraag. Maar... ik zat me af te vragen, als ik naar die cirkel kijk, als water het tegenovergestelde is van vuur. En metaal is dan het tegenovergestelde van hout. Ja. Hoe moet ik dan aarde eigenlijk zien? Ja, ik weet dat het de basis is en dat het dan... ja, misschien geef ik antwoord op mijn eigen vraag. Ja, is daar dan ook een tegenovergestelde van? Aarde is de basis van alles. Aarde kun je ook in het midden plaatsen. En dus aarde is tegenhanger van alles eigenlijk. De aarde begint, de aarde is het centrale midden. Ja. Dus, vanuit daar kunnen die andere krachten ontstaan. En water en vuur houden elkaar in evenwicht. En de lente en de herfst houden elkaar ook in evenwicht. Hè, dus groeien en ontwikkelen, maar ook snoeien en loslaten. Die twee die versterken elkaar heel erg. Hè, dus... De metafoor die ik natuurlijk de hele week gebruikt heb, is dat wanneer je iets wilt laten groeien, dan in de natuur, dan snoei je weg wat die groei belemmert. Ja. In een mensenleven is dat natuurlijk niet anders. Hè? Je kunt niet groeien, je kunt niet ontwikkelen als je niet herkent wat jou tegenhoudt.
Begrijp je dat? Ja, omdat het zo duidelijk was dat bijvoorbeeld vuur en water twee tegenpolen zijn, vroeg me gewoon af dat dat dan ook echt een tegenpol van zou moeten zijn. Maar dat is dus een combinatie van alles. Ja, het is een combinatie van alles. En aarde is het centrale midden en die houdt ook heel erg natuurlijk het water in bedwang. Hè? Dus de tegenpol, de controle, maar dan komen we in de controlerende cyclus. Dat gaat voor nu even te ver. Als er geen aarde is, dan kan er ook geen water stromen. He, dus zie je dat? Dus het water krijgt zijn stroming door de stuwing van de wal. En ja, de aarde, daar staan wij in met de wortels. Alles de aarde, alles wat we hout noemen, alles wat groeit en ontwikkelt, staat met zijn wortels in de aarde. En als de aarde zwak is, kan er niks in wortelen. Maar als er geen aarde is, dan kan water niet stromen. En zo is alles complementair aan elkaar. Hè? Dus er kan geen één element uithalen of verzwakken. Want bij die verzwakking, dan verzwakt dus onmiddellijk alles. Niet meteen, maar op de lange termijn wel. Hè? Dus we kunnen wel even zonder water, maar we kunnen niet lang zonder water. En dat is in de natuur ook zo. Hè? Dus als je kijkt naar wat er in de natuur gebeurt, dat is al vaak heel mooi met kamerplanten, vind ik, om te zien. Ik ben er echt niet een ster in, dus om kamerplanten goed te verzorgen, daar ben ik heel eerlijk in. Dan koop ik weer eens wat en dan vergeet ik om die dingen weer water te geven. En dan denk ik na 3 weken, die blaadjes die gaan hangen of ze verschrompelen een beetje. Hè? Dat is gewoon het unieke systeem wat een plant doet. Die gaat zijn sapstromen op reserve zetten, want die probeert te overleven. En dat is het geweldige van de natuur. En dan pak ik een emmer water en dan dompel ik hem helemaal lekker onder zo. En dan zuigt hij zich weer vol en dan bubbelt hij helemaal. En dan een dag later staan al die blaadjes weer zo. Nou, dat is toch fantastisch om te zien. Hè? En dat is het. Dus als je het water geeft, dan gaat het meteen weer stromen. Gaat het meteen weer alles rechtop staan. Dan gaat het weer in een opgaande vorm. Ja. He, bij ons is dat niet anders. Als mens moeten we onszelf ook water geven. He? Ik zag net trouwens ook een vraag in de chat, iets over water. Even kijken. Je gaf deze week aan, doorzettingsvermogen bij water hoort, waarom niet bij hout? Want daadkracht hoort weer bij hout en die lijken op elkaar. Ja, daadkracht is natuurlijk het vermogen om in de actie te komen. Maar het doorzettingsvermogen wordt gesymboliseerd door de stroom van water. He, dus water heeft de kracht, de enorme doorzettingskracht om iets langdurig te voeden en te creëren. He, dus de symboliek die we daar vaak bij zien is dat 1 waterdruppel, en dat hoeft er maar 1 te zijn, die ene waterdruppel, als die jarenlang, decennia lang op 1 en dezelfde plek druppelt, dan kan die hele nieuwe vormen creëren. Zelfs tunnels en doorgangen. Dat is de kracht en het doorzettingsvermogen van water. Water, de symboliek van water, is dat het stroomt. Er komt geen einde aan. De stromende flow van water. Dat symboliseert dus het doorzettingsvermogen. We zien in water dat mensen vaak, watertypes bijvoorbeeld, dat ze een heel sterk doorzettingsvermogen hebben. Maar dat tegelijkertijd ook de grootste valkuil is. Want ook in water zit de dualiteit. En dat betekent dat je ook, zoals de watertijd dat in de winter doet, de water rust, de water creëert, maar water rust ook. In het toppunt van de winter komt water tot stilstand. En dan laat het op. Dan is het nieuwe energie aan het genereren. Dat is de tijd van reflectie. De tijd van bezinning, de tijd van stilstand, de tijd om tot nieuwe dingen te kunnen komen. En als je doorzettingsvermogen constructief aanwendt, dus dat is hetzelfde als het aanpassingsvermogen van hout, als je water of doorzettingsvermogen constructief aanwendt, dan beschik je ook over de ultieme wijsheid om te kunnen stoppen wanneer dat nodig is. Dat is heel belangrijk, dat je dat realiseert. En een burn-out is een voorbeeld van doorzettingsvermogen dat destructief is aangewend. Zie je het verschil? Iemand die op tijd luistert en zegt van,
doorzetten heeft nu geen enkele zin. Want als ik hiermee doorga, dan richt ik mezelf te gronden. Dus de wijze, de ultieme wijsheid zit in het waterelement. De ultieme wijsheid zit in het waterelement. Daar zit het begin en het einde van al het leven. Daar begint de levenscyclus en daar eindigt de levenscyclus. En het is aan ons als mensen om die lessen natuurlijk te leren. Wanneer stop ik en wanneer ga ik door? Wanneer is het constructief en wanneer is het juist destructief? En wij hebben in ons kikkerlandje hier wel geleerd, vaak, dat we moeten doorzetten. Dat zien we als een deugd. Wie herkent dat? Steek je hand eens op. Doorzetten, doorzetten, doorzetten. Hè? Ja, dat is een deugd. Dan ben je iemand. Hè? Dan ben je iemand met karakter. En dan heb je een backbone enzovoorts. Maar dat doorzettingsvermogen kan natuurlijk ook je grootste vijand worden. En dan put je dus water uit. Ja, even kijken in de chat. Ik hoor dat moed bij metaal hoort, maar ook bij water. Wanneer hoort het bij wat? Hetzelfde over discipline, bij hout of metaal. Discipline is iets wat eigenlijk bij hout en veel meer nog bij metaal hoort. Discipline komt bijvoorbeeld voort uit begrenzing. Hè? Dus op tijd kunnen stoppen en op tijd kunnen beginnen. Dat is discipline. En ook op tijd weer in beweging komen. Super interessant en ook wel lastig, energieslurpend om zo met mezelf bezig te zijn. Ja, snap ik. Merk dat ik weinig energie heb omdat ik herstellende ben van een burn-out. Ja. Ja, nou ja, je hoeft ook niet de hele dag met jezelf bezig te zijn, hè? Als het maar voldoende aandacht krijgt en dat je maar goed voelt bij jezelf. Wat kan ik wel en wat kan ik niet? Wat wil ik wel en wat wil ik niet? En als je in de burn-out zit, dan is het heel belangrijk om heel goed op te laden, heel goed uit te rusten, vooral heel goed te ontspannen. En leuke dingen doen. Dingen van het hart doen. Want opbranden betekent dat het vuur gedoofd is. De vuurenergie is tot het waakvlammetje gegaan. Dus het is nodig om die vuurenergie weer aan te wakkeren. De vreugde weer te voelen, de blijdschap weer te voelen, de spontaniteit weer te voelen. Weer voelen dat je leeft. Hè? Dat is vuurenergie. Dus het is heel belangrijk om dan juist die dingen te doen, veelvuldig. Doorzetten, tanden op elkaar en niet zeuren. Ja. Maar ja, je kunt jezelf natuurlijk afvragen, hoe zinvol is dat? Waar brengt mij dat? Doorzetten, niet zeuren. Met andere woorden, je eigen dingen die je voelt negeren. Hoe wijs is dat? Je hebt natuurlijk maar één lichaam, je hebt maar één gezondheid. En het is toch wonderlijk dat we die gezondheid zo kunnen ondermijnen met onze geest. Door het mechanisme dus van doorzetten en constructief aanpassen. Of destructief aanpassen bedoel ik. Dat zijn twee mechanismes die ons niet vooruit helpen. En het is tegelijkertijd de grootste klus om te klaren in een menselijk leven. Echt de grootste klus. Ja. Nou. Ik heb mooie stappen gezet om voor mezelf te kiezen. Mijn lange wens om te leren tekenen ben ik begonnen. Super. En even geen les geven deze maand, rust voor mezelf. Dank je wel. Zoveel weer herkend en weer herhaald. Nou, fantastisch. Fijn dat dat het resultaat is van deze week. Super. Hartstikke mooi. Dan ga ik nog heel eventjes verder. Ik ga even weer de... Wacht, moet die boven zijn. Even daar nog klikken. Dan ga ik heel even de volgende dia pakken. Want ik had jullie natuurlijk beloofd dat ik iets ging vertellen over een aanbod vanmiddag wat je van me krijgt. En een aantal mensen hier vanmiddag die zitten al in de jaartraining. Maar de jaartraining die heb ik inmiddels ook weer wat aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.
En die gaat er weer ietsje anders uitzien in de vorm. En ook in het aantal maanden. En daar wil ik je graag even iets over vertellen. Nou, we hebben de hele week van alles bij de hand gehad natuurlijk. En ik heb bij heel veel mensen ook voorbij zien komen wat ze graag willen, wat ze graag verlangen, wat hun doelen zijn en ook wat daarbij hapert. Dus wat er in de weg staat, hebben jullie allemaal van de week ook zelf benoemd. Nou, met mijn aanbod wil ik je graag helpen. Ik doe niks liever, hè. Dit is echt absoluut mijn passie en mijn missie om met jou te delen, mijn kennis, mijn ervaring en dat jij ook echt gaat doen wat je natuurlijk het allerliefste wil. Want dat is voor jou natuurlijk ook belangrijk, hè, om te bereiken wat je wil. Alleen aanmodderen, zeg ik altijd maar, dat is meestal niet de meest constructieve manier. Hè? Dus met hulp iets gaan doen is veel fijner om te doen en gaat vaak ook sneller. Nou, Ariane, dat is één iemand van de jaartraining, bij de mensen van de jaartraining hier wel bekend, maar die schreef het volgende over de jaartraining. Ze zegt van, eigenlijk zou ik het iedereen aanraden om de jaartraining te doen. Het is een eye-opener voor me. Ik word meer bewust van mijn handelen. Ik zet mezelf aan het denken en van daaruit neem ik de actie. Waar ik eerder stil zou blijven staan, daar neem ik nu stappen en ik pak de dingen anders aan. Nieuwe inzichten, reminders, positiviteit, bewustwording zijn op mijn pad gekomen. Op mijn eigen wijze pas ik dit toe in mijn leven en ik word er alleen maar sterker, rustiger, blijer en trotser van. En de combinatie van de 5 elementen training met Do-in, het delen met de andere cursisten en de sturing van Jitske maakt me een gelukkiger mens. En dit zijn vaak de dingen waarom we dus willen groeien. Om dit gevoel te ervaren. Om je simpelweg fijner te voelen in het leven. Nou, investeren in jezelf. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Het is natuurlijk de allerbeste investering die je kunt doen. Je kunt het in spullen stoppen. Maar die spullen vergaan en jij niet. Zolang je leeft, blijf je en heb je jezelf. Heb je daar profijt van? Nou, wat biedt de online training in je element met wie je bent? Zo heb ik hem nu genoemd, want dat is het waar het voor mij ook echt over gaat. In je element zijn met wie je bent. Blijvend je valkuilen en je denkfouten doorbreken en natuurlijk leren ombuigen. 9 maanden lang nieuwe sterke persoonlijke elementvaardigheden leren ontwikkelen. Ik help je natuurlijk bij het herkennen van je eigen valkuilen. Je zwakste schakel sterk maken. Je doelen bereiken. Doordat je in beweging komt. Doordat je besluiten neemt. Doordat je vaardigheden leert. Je krijgt 9 maanden lang begeleiding, aansporing. Heel veel inspiratie van mij. Motivatie. En 20 jaar ervaring van mij. Deskundigheid. Ik ben een expert in mijn vakgebied. En ik kan je hier heel goed bij helpen. Kant-en-klare opdrachten staan voor je klaar. We delen kennis met elkaar en ik leer methodieken aan jou, zodat je leert wat je te leren hebt. We verdelen de jaartraining in een aantal dagen. We staan natuurlijk stil bij de 5 elementen en daar is een training per element aan gewijd. We gaan natuurlijk helemaal in op de waterenergie, creatiekracht, alles wat daarbij komt kijken. Hè, dus in je creatievermogen kunnen komen. Je angsten ontdekken, maar ook je angsten natuurlijk leren aanpakken. Dag 2, het houtelement, dan gaat het over authenticiteit. Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat is mijn potentie? Hoe kom ik wel of niet in daadkracht, in actie? Hoe zet ik de dingen in beweging? Dag 3, het vuurelement, dan gaat het over manifesteren. Opengaan, bloeien, in verbinding zijn. Leren voelen waar het bij jou over gaat. We doen dat ook met de Do-in oefeningen natuurlijk. Dan dag 4 het aarde element, gronden in jezelf. Het is een rode draad wat ik bijna iedereen hoor zeggen. Ik vertrouw niet op mezelf, ik wil stabieler worden. Ik wil mezelf meer uiten, ik wil zichtbaarder worden. Ik wil makkelijker mijn dingen kunnen doen. Echt mezelf kunnen zijn. He, dus dat zijn in die verschillende elementen allemaal aspecten die uitgebreid aan bod komen.
het metaalelement, oefeningen natuurlijk om goed te kunnen waarnemen van hoe zit ik in mijn onderscheidende vermogen. Daar duiken we in met een training, met opdrachten, met oefeningen. Dit zijn de data, dit staat trouwens ook allemaal op de website uitgebreid, hè? Dus je hoeft het niet allemaal te onthouden. Je krijgt straks ook een mail waarin het ook allemaal nog keurig weer eens op een rijtje staat. Het aantal dagen is iets veranderd ten opzichte van de jaartraining die nu loopt. Het is allemaal overdag, het is allemaal live, online en alles wordt opgenomen. Dus je hoeft helemaal niets te missen. Ja, je hebt geen reiskosten, je hebt geen reistijd. Het is heel fijn om het gewoon ook lekker thuis te kunnen doen. Je kunt alles thuis voorbereiden, je kunt inloggen en je hebt toegang tot alles op de online leeromgeving. Nou, er zitten in de jaartraining ook 30 live online do-in lessen, inclusief opnames. Iedere woensdag zien we elkaar dus. En alleen dat al maakt dat je verbinding hebt met de anderen, met je medecursisten. We gaan natuurlijk die elementenergie leren voelen, leren ervaren, in het lijf stappen. En natuurlijk het grote voordeel daarvan is dat je gaat leren voelen wat jouw lijf jou vertelt. Niet alleen vanuit het hoofd, maar juist vanuit het lijf. Je gaat dan ook leren wat de lichamelijke signalen jou te vertellen hebben. En dat heb je niet in één cursus helemaal volstrekt helder. Ik doe dit al 20 jaar. Maar het wordt je wel een stuk helderder, kan ik je vertellen. Het wordt je een stuk duidelijker. Jouw lichaam vertaalt hoe het van binnen is. En dat ga je dus echt heel goed leren en ondervinden met de do-in oefeningen. Nou, voor wie is deze training bedoeld? Wie heb ik het liefste in mijn training? Dat zijn natuurlijk mensen die een krachtig besluit nemen om aan zichzelf te gaan werken, om zichzelf de moeite waard te vinden en zichzelf in zichzelf te investeren. Iedereen dus die zich wil ontwikkelen. Jong of oud, maakt niet uit. Je bent nooit te oud om te leren. Nooit te oud. Laurenda, ik zie jou lachen. Je bent de oudste van onze huidige groep. Ik vind het fantastisch dat je erbij bent. Want dat getuigt gewoon van willen leren en openstaan en iedere dag gewoon nog midden in het leven staan. En lieve mensen, zodra je dat vermogen verliest, als je zegt van geef mijn portie maar aan Vicky, ik vind het allemaal wel mooi geweest, dan stopt het leerproces, dan stopt je groei, dan begint het afsterven. En dat klinkt heel akelig, maar dat is zo. In de natuur, als je je plantjes geen water meer geeft, dan gaan ze gewoon dood. Ja? Als wij niet meer groeien, dan gaan we eerst mentaal, emotioneel, gaan we afsterven, afstompen. En uiteindelijk gaan we natuurlijk ook het leven laten. Dus open leerhouding en gewoon altijd door blijven leren. Dat is geweldig. Nou, iedereen die dus ook zijn lichamelijke en zijn emotionele signalen beter wil leren herkennen of duiden. En dus via de elementen jezelf gaan ontwikkelen. Ik vind dat zo gaaf aan die elementen. Hè? Dus dat de natuur en het lichaam het ons aanreikt. Nou, iedereen ook die zijn intuïtie en zijn lichaamsbewustzijn wil versterken, meer in contact komen met je gevoel, met je lijf. En iedereen die natuurlijk zijn talenten wil ontwikkelen. Iedereen die zijn mogelijkheden wil benutten en zijn potentie wil versterken. Met andere woorden, manifesteren. Of je nou een vroegbloeier of een laatbloeier bent, het maakt niet uit. Hè? Als het er maar uitkomt. Als je maar gewoon lekker happy met jezelf bent. Iedereen met interesse in de Oosterse filosofie natuurlijk en denkwijze. En iedereen ook die op zoek is naar richting en zingeving en verdieping. Want het is een manier van geestelijk voedsel. Hè? Dus met jezelf bezig zijn. Jezelf verrijken met aandacht en voeding voor jezelf. Dat is ook waar deze training over gaat. We doen het met blended learning, zoals dat momenteel heet. Hè? Dus je hebt een toegang straks tot een online leeromgeving op mijn website. En daar staan alle theoretische modules, podcasts, video's, opnames van alle trainingen die ik geef. Heb je toegang toe. We hebben dus 6 elementdagen in de nieuwe training. 30 online do-in lessen. Opnames van alle trainingen. Je hoeft dus niks te missen. Mentoruren. Q&A, dus vragen aan antwoord. En er staat mentoruur, maar dat zal gerust langer zijn dan een uur.
er is zoveel tijd als nodig is. Hè? Dus alles mag aan bod komen. En bij de online groep hoort ook een besloten Facebookgroep. De mensen die nu in de jaartraining zitten, die weten ook hoe dat werkt en hoe stimulerend dat werkt. Nou, de nieuwe jaartraining die start 9 april uit mijn hoofd. Ja, 9 april. En die stopt in december. De dagen zitten iets korter, of de seizoenen zitten dan iets korter op elkaar. Maar het past nog steeds perfect in het jaar. Dus 9 maanden is de nieuwe opzet. En je krijgt iedere maandag een weekmail waarin je herinnerd wordt aan je opdrachten en aan de herhaling van alles waar we mee bezig zijn. Nou, een eerdere deelnemer van niet dit jaar van de jaartraining, maar al vorig jaar, die zei: ik had niet in de gaten dat ik het zo kei spannend vond, maar je legt het zo helder en duidelijk uit dat ik er soms een beetje om moet lachen. Waar zijn we mee bezig dat we onszelf niet op de juiste waarde schatten? Ja, en dat is wel heel mooi gezegd, want jezelf op waarde schatten is zo, het is het startpunt van alles. Hè? Jezelf op waarde schatten. Vanuit daar kan je gaan groeien en gaan ontwikkelen. En Anita zegt, Anita Voets, die zegt: dank aan ieder de moed om voluit te gaan en te staan achter je kwaliteiten is een keuze. Ja, kiezen voor jezelf. Hè? Dus kiezen voor ontwikkeling, kiezen voor groei. De bijeenkomst was een feestje ter herkenning, bezinning en bespiegeling. Dank, zegt ze. Nou, dat zijn een aantal ervaringen op de website. Als je bij de webwinkel kijkt, bij het product, daar staan nog veel meer referenties van mensen die er iets over gezegd hebben. Nou, dit kan het natuurlijk jou ook brengen. Hè? Dus je stem laten horen, jezelf meer laten zien, een sterkere gezondheid ontwikkelen, omdat alle elementen beter in balans komen. Ontwikkeling van zelfleiderschap. Zelfverzekerder worden, overwinnen van je angsten. Het is iets waar je natuurlijk iedere keer aan werkt. Je hebt niet zomaar angsten overwonnen. Dan mag je jezelf ook de tijd in gunnen en geven. Maar het belangrijkste is dat je in de actiestand komt. Dat je het echt gaat doen. Dat je een besluit neemt. En dat je je aandacht daar echt op gaat richten. Je gaat de relatie veel beter herkennen tussen je gedachten en je gevoelens. Daar hebben we deze week ook over gehad. Continu je bewustzijn van je patronen, van je denken. En natuurlijk het creëren van, voortdurend creëren van een nieuwe positieve mindset. Omdat dat de basis echt van alles is. Hoe je denkt, bepaalt je hele leven. Nou, je gaat ook veel sneller natuurlijk de relatie herkennen tussen de lichamelijke signalen en jouw gedrag. Het een is het gevolg van het andere en de acties die je daarin wel of niet onderneemt. Nou, ik laat je zien wat er aan waarde zit in deze training. Ik som het even op. Dit zijn echte reële bedragen die het vertegenwoordigt. De onbeperkte toegang tot de theoretische modules op de online leeromgeving, dat vertegenwoordigt een bedrag van €745. 6 elementdagen, €645. De mentoruren, €250. 30 online do-inlessen, inclusief opnames. €255 kost dat. Als mensen dat gewoon bij mij loskopen, kost dat gewoon €255. Zit allemaal in de jaartraining. 9 maanden toegang tot de besloten Facebookgroep. Iedere dag kun je je vragen stellen. Je hoeft niet te wachten tot de volgende trainingsdag. Iedere dag kun je vragen stellen. Hè? Dus aan jou de uitnodiging om het ook echt te doen. Dat vertegenwoordigt een bedrag van €900. De totale waarde die dat vertegenwoordigt van wat ik jou bied is €3000. €2795. Dat is wat het kost als ik het in losse componenten zou verkopen. Maar dat doe ik niet. Ik wil het graag verkopen aan iedereen die dat wil. Ik wil iedereen helpen, zoveel mogelijk. En daarom doe ik dat niet voor €3000. Hij staat voor €1500 op de website, €1497 om precies te zijn. En nu vandaag doe ik je echt een mooi aanbod. €997. Dat is €500 voordeel. Tussen kerst en oud en nieuw kon je de allerbeste deal maken. Want toen was het 50-50. Er zat 50% korting op.
En dat geldt nu niet meer. En nu geldt nog steeds een heel hoog bedrag, €997 minus die 500. Dit geldt tot 15 januari. En je kunt dat dan in één keer betalen, dat is het meest voordelig, want dan komt er geen opslag bij voor administratie en dat soort zaken. Als je het in een eenmalige betaling doet, dan krijg je een bonus van me. Je krijgt een 1-op-1 VIP-sessie met mij, ter waarde van €125. En je krijgt ook nog eens een gratis exemplaar van mijn boek. Nou, als je het boek al hebt, dan is het jammer, dan geef je het cadeau. Dat is niet inwisselbaar voor geld. Dat is een leuk cadeautje wat je er gewoon helemaal gratis bij krijgt. Nou, er is ook gewoon termijnbetaling nodig. Dus als je zegt van, ik wil supergraag meedoen, maar €997, dat is toch nog steeds een flink bedrag. Betaal het dan in termijnen als je het graag wil. 9 keer €119. En ik denk dat dat voor de meeste mensen wel op te brengen is. Als je echt een keuze wilt maken en je vindt ook dat je het jezelf waard vindt, dan is €119 denk ik wel op te brengen als je op misschien andere dingen iets inlevert. Hè? Alles is een keuze. Nou, die automatische betalingen, die gaan via de automatische incasso. Dat is nu nog niet, maar dat is nog even een voorziening op de website die ik nog moet regelen. Maar als je in de jaartraining wilt aansluiten, dan kun je nu en dus tot en met 15 januari kun je naar de website gaan. Ik laat het je even zien. Daar staat het nu op €997. De twee verschillende opties. www.jitskedijkstra.nl cursusaanbod. En dan kun je gewoon online je betaling doen. Oftewel met een termijnbetaling van €119, je eerste termijn. Of je betaalt het hele bedrag in één keer. Nou, dit bedrag geldt dus tot 15 januari. En daarna gaat die echt omhoog. Het is eigenlijk hetzelfde als op reis gaan. Dat schreef ik in mijn brief ook. Of straks als je die krijgt. Hoe eerder je boekt, des te voordeliger je kunt boeken. En hoe dichter we bij de startdatum komen, des te meer de prijs omhoog gaat. €997, mooier kan ik het niet maken. Ik denk dat het een fantastisch aanbod is. Nou, ik denk het niet, ik weet het zeker. Deze training met wat ik je aanbied, dat vind je echt nergens. Het is een unieke training. Even kijken wat ik hierna nog heb staan. Ja, check straks je mail. Daar komt het aanbod nog in. Deze opname die wordt nog even gebakken in Zoom. Dat duurt eventjes een bepaalde periode. Daar maakt mijn webmaster daar nog weer dat leuke dingetje voor. En dan komt die straks in jouw e-mail. Dan kun je er even rustig over nadenken. En in die e-mail staat ook wie van mij een leuk cadeautje heeft ontvangen. Dus check je mail straks. Ik laat je heel even nog zien. Ik ga heel even hier terug en dan laat ik je heel even nog zien. Volgens mij had ik dat opengezet of niet. Nee, had ik niet gedaan. Oké, nou dan gaan we weer terug. Nou goed, je vindt het ook wel gewoon op de website. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Eenvoudig. Je krijgt het straks ook allemaal in de mail. Dus www.jitskedijkstra.nl. Aanbod bovenin en dan zie je twee dingetjes met de termijnbetaling en de eenmalige betaling. Ik kijk heel even in de chat als je er vragen over hebt. Dank voor de workshop, ga iets anders doen. Oké, dank je, fijn weekend. Dank voor de ochtenden. Ik ga de lessen met terugwerkende kracht bekijken, super. Ja, ze staan nog online. De laatste opname is om 2:00 verstuurd. Toen deze opname begon, of deze masterclass, toen is op de andere kant de laatste opname in je mailbox gerold. En ik zal alles gewoon nog een keer sturen. Hè? Dus, Richt zegt bedankt, super herhaling deze week. Positieve energie om weer wat denkfouten om te keren. Ja, super. De herhaling is het allerbelangrijkste. Hè? Vaak hebben we heel veel kennis in ons hoofd. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je die kennis gaat integreren en dat je hem gaat toepassen. Ik zie heel veel mensen die cursus na cursus na cursus volgen en geen resultaat behalen.
omdat ze met de eerder verworven kennis niks doen. En dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat je het gewoon echt in de praktijk gaat zetten. En dan uiteindelijk wordt het een vaardigheid. Kan ik nog vragen beantwoorden? Is er nog iemand die iets wil zeggen? Is er nog iets onduidelijk? Je mag je geluid wel even aanzetten. Als je nog vragen hebt of iets wilt delen. Ik ben dankbaar dat ik aan de jaartraining begonnen ben. Ja, dankjewel Anja. Er zitten een aantal mensen hier. Als ik even snel tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen. 7 mensen die sowieso al in de huidige jaartraining zitten. En mocht jij het nou aan het overwegen zijn. Die mensen die nu al in de jaartraining zitten. Je ziet er niet voor niks ook hier. Het is een gratis training. Ze krijgen ook in de jaartraining nog heel veel uitgebreidere en dan gaan we dieper op de materie in. Maar ze zijn ook hier. He, dus dat geeft wel genoeg aan hoe fijn dat is. Egelien is ingestapt, die zit hier ook. Ja toch, Egelien? Jij bent ook ingestapt. Ja, fantastisch. Dus die gaat in de nieuwe jaartraining al starten. En nou, even kijken. Anja zegt, ja, ik voel me een ander mens. Nou, dat is super fijn om te horen. En we zijn nog maar op de helft, hè, Anja? We gaan nog door tot juli dit jaar, dus. Nou, lieve mensen, als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik je bedanken voor het bijwonen van de Kickstart afgelopen week, voor het bekijken van de opnames, dat je er altijd bent en dat je er vanmiddag ook was. Ik vond het super gaaf om te doen en fijn ook dat je er weer iets van hebt opgestoken. Straks, dat zal misschien wel al tegen 6 zijn. Ik weet niet precies hoe laat. Dan komt dus de opname van vanmiddag. Daar zit ook het aanbod in. Je krijgt in de mail ook nog eens het aanbod. En daarin stel ik ook één kleine bescheiden vraag aan jullie. Namelijk dat als deze week voor jou fijn geweest is, zou je daar dan misschien een regeltje over willen schrijven? Dus een kleine referentie. Er zit gewoon een link straks in je e-mail. En je hoeft geen lang verhaal te schrijven, maar gewoon even een leuke, spontane, korte referentie. En dan kan ik die ook weer gebruiken voor mijn andere activiteiten. Daar ben ik je super dankbaar voor als je dat voor mij zou willen doen. Nou, dan ronden we het af. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En stel je vragen in de mail als je nog meer wilt weten over de jaartraining bijvoorbeeld. Bel me op, e-mail me. Ik beantwoord graag al je vragen. Oké? Nou, tot ziens. Fijn weekend. En tot, zou ik zeggen. Tot ziens. Dag. Dag.